Het is woensdag 9 februari 2022. Ik sta hier bij het gebouw van de SER. Niet te verwarren met het toetje. Dit is de Sociaal-Economische Raad. En waarom sta ik hier? Ik ben hier naartoe gegaan omdat voorzitter Mariette Hamer binnenkort gaat aftreden. En zij wordt de nieuwe regeringscommissaris seksueel geweld. Zij is daar gisteren benoemd. Het kwam naar buiten. Uitgerekend op de dag dat haar partijgenoot Gijs van Dijk moest opstappen vanwege ongepast of onaangepast gedrag. Ik heb een brief voor mevrouw Hamer. Want ik heb haar op 14 mei heb ik haar aangesproken toen zij naar de stadhouderskamer ging. Zij was betrokken bij de formatie van Rutte 4. Zij was formateur, informateur, whatever. Ik was die dag de enige die haar aansprak. De pers was er niet. Toen zei ik tegen haar: mevrouw Hamer, goedemorgen, ik ben Huig Plug, klokluider, Katwijk aan Zee. En ik attendeerde haar erop dat er sprake was dat twee rijksinstituten hadden gefraudeerd. Ik ga even hier lopen, omdat ik hier een fotograaf zag die ons een tijdje geleden in de gaten hield. Maar dit terzijde, hij loopt nu helemaal daar. Grappig. Ik moet even afwijken. Twee rijksinstituten hebben gefraudeerd met een rapport over het Scheveningse gevangenisziekenhuis. En dat gebeurde in 2020, tijdens het coronatijdperk. Waarom moet ik haar op de hoogte brengen nu, vandaag? Ik vind dat zij als nieuwe regeringscommissaris dient te weten dat als zij straks hele zware zaken op haar bureau krijgt en er moet tot vervolging worden overgegaan, wat nou als de top van justitie die kan beslissen tot het overgaan van onderzoek en vervolging. Wat nou als de top van justitie betrokken is bij een grote doofpot? Die van mij en mijn minimaal 14 collega's. Dan hoort mevrouw Hamer dat te weten. Of ik dat de afgelopen jaar al heb gedaan, dat hou ik nog in het midden. Want Hamer, die dient dit te weten. En natuurlijk, waar ligt de basis? Joop den Uyl, die was ooit premier en vicepremier in 1982. En toen ging de affaire met de pedoseksuele kinderrechter Theo Rup in de doofpot. Dus ja, er is sprake. En Theo Rup, die introduceerde omstreeks 1976 Joris Demmink aan schrijfster Yvonne Keuls. Dus er is... Nederland heeft geen goed trackrecord met onderzoek. Ik zeg altijd, er is sprake van een crisis in de opsporing. Dus wat er gaat gebeuren met The Voice of Holland, Mark Overmars of Gijs van Dijk. Er is nogal wat aan de hand. Maar haar partij heeft ook geen schone handen. Dus ja, ik verwacht natuurlijk ook helemaal niks van Hamer. Maar ik ga het wel even indienen. Toch? Dat hoort toch, Piet? Ja, tuurlijk. Ja. Dus SER, een heel hoge mevrouw is het. En ik heb ook tegen haar gezegd en tegen alle ministers afgelopen jaar, Sustainable Development Goal nummer 16. Dat gaat over justitie en recht. Ik zeg, die is helemaal verrot, kapot, uitgerekend in Den Haag. De stad, de internationale stad van vrede en recht. Het deugt niet. Ja, wat ga ik aan Mariette Hamer geven? Twee rapporten die niet deugen, die incompleet zijn. En dat is onder andere die van 8 januari 2020. Die is door Sander Dekker aan Kadia Ariep gegeven, toenmalige Kamervoorzitter. Kijk eens even, Piet. Zoom eens even in. Mijn naam staat hier ook in. Hier ook de heer Plug en de drie andere melders. Ik ben niet alleen geweest, hè. Dit was de start. Dus dit is van justitie. En dit is van de inspectie van Hugo de Jonge. Van Hielke. Hielke heeft het in elkaar gedraaid. 12 pagina's. 24 september 2020. Maar dat gebeurde later. In oktober werd dat weer door Dekker aan KDA Ariep gegeven. Dus twee rapporten zitten erin. En is er dan ook nog sprake van seksueel geweld? Er is ook nog een apart zaakje. In oktober 2020 had ik de inspecteur aan de lijn, de vrouw, die dit rapport van 12 pagina's heeft opgemaakt. Toen zei ik tegen haar: Hielke, weet jij dat er op dit moment ook weer een nieuwe zaak loopt in het gevangenisziekenhuis? En dat betreft dat er een personeelslid, een penitentiair inrichtingswerker, die had er een relatie met een gedetineerde vrouw. Een vrouw die vast zat. En die vrouw was betrokken bij een gigantisch pedo-schandaal. Wat ook weer betrokken was met mogelijk een netwerk naar België. Die collega die is ontslagen. En dat is niet terechtgekomen op de voorvallerlijst van de dienst justitiële inrichtingen. En
de schorsing, want hij werd in augustus 2020 de tent uitgezet. Dat kwam ook niet op de voorvallenlijst. Dus ja, het deugt niet bij justitie. Dus dat is nogal wat, hè. Dat ga ik even brengen aan Mariette. Die vrouw met dat bijzondere kapsel. En ook nog dat artikel van Mijn Zaak. Kijk, het gevangenisziekenhuis is gevaarlijk. Klokkenluider. Maar ja, dit artikel was ook niet helemaal compleet. En daar weet Koen Voskou alles van. En Koen is nog steeds van harte welkom om Mijn Zaak echt te brengen. Nou, de brief aan regeringscommissaris Hamer. Veel succes met uw nieuwe opdracht, Mariette. Ja, nou, daar komt de nieuwe informateur, mevrouw Hamer. Ik herken de chauffeur, maar... Ja, er is helemaal geen pers aanwezig. Het is vrijdag 14 mei, 10:04. Mevrouw Hamer, goedemorgen. Mag ik u een vraagje stellen? Gefeliciteerd, u bent de nieuwe informateur, toch? Ik ben zelf klokkenluider van justitie. Mijn naam is Huig Plug uit Katwijk aan Zee. En ik heb een zaak dat er twee rijksinspecties hebben gesjoemeld met een rapport. Kan ik dat aan u overdragen? Mag ik dat hier afgeven? Of misschien bij de SER misschien? Ja? Nou ja, succes. Dankjewel. Fijne dag. Nou ja, heel apart. De Nederlandse pers is er niet. En dan mag ik mevrouw Hamer met mondkapje mag ik opvangen. Nou, bedankt daarvoor. Ik heb haar in ieder geval al ingelicht vanaf de eerste moment. Er is sprake van twee valse rapporten. En die zijn geproduceerd door het broertje en het zusje van het RIVM. En dat wil zeggen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die hebben in 2020 twee valse rapporten afgeleverd over het gevangenisziekenhuis JCVZ. De buren van de United Nations Detention Unit. Ik wil daarmee aantonen dat de Sustainable Development Goal nummer 16 helemaal kapot is. Uitgerekend in de stad van Vrede en Recht. En mevrouw Hamer, PvdA, is voorzitter van de SER. En die zijn verantwoordelijk voor het klimaatakkoord. Best wel interessant, toch? De vorige informateur was een PvdA'er en Mariette ook. Heel interessant. Ik heb een handgeschreven receutje gekregen. Kan je zien dat ik echt binnen ben geweest bij de postkamer. En nou, hartstikke goed. Er zitten hier ook nog enkele andere stichtingen. En ik raad jullie aan om eens een keer gewoon even te gaan neuzen. Weet je wel, wat zit hier eigenlijk allemaal, joh? Stichting van de Arbeid, ze verzinnen van alles, joh. En ze hebben allemaal pet op. En dan moet je maar eens kijken of het bezoldigd is of onbezoldigd. Ja, en als het onbezoldigd is, geloof je ze eigenlijk wel.